Lusttijd op het Vegdal College in Dedemsvaart is een prachtig programma waarin leerlingen een bewuste keuze maken voor iets wat echt bij hen past, maar wat buiten het normale lesprogramma om is. Ze kunnen kiezen voor verdieping in technologie, in sport of cultuur. En op de vrijdagmiddag gaan ze dan naar dat onderdeel waar zij voor gekozen hebben. Bijvoorbeeld een Theater Plus, wat uitmondt in een musicalvoorstelling. Of voor sport, waarbij ze zich echt voorbereiden op wedstrijden die niet binnen school, maar bijvoorbeeld buiten school of tegen andere scholen gehouden worden. Zoals Olympic Moves. We hebben op school ook academiemiddagen. Dat is dan op de dinsdag en de donderdag. Dat ligt een beetje op dezelfde domeinen, technologie, sport en ook de cultuur. Het verschil is eigenlijk daarin dat leerlingen bij de academies kennis maken met heel veel verschillende aspecten, terwijl ze op de vrijdag bij de plustijd echt inzoomen op een gedeelte van een sport. Bijvoorbeeld voetbal is natuurlijk ontzettend populair. Of op de musical voorbereiding waarbij ze of toneel of muziek gaan uitvoeren. Dus plustijd is echt doen. Plustijd is echt doen. En dat laten jullie ons vanmiddag zien. Zeker, ik van harte uitgenodigd en kijk je ogen uit. We gaan op pad. Mooi zo. Ga je mee? Plustijd sport is specifiek bedoeld voor leerlingen die ergens goed in zijn qua sport. Hun kwaliteiten daar ook in kunnen laten zien. En wat we eigenlijk doen is dat zij specifiek voor sport hebben gekozen om deel te nemen aan regionale toernooien, landelijke toernooien. Thijs jongen, wat ben jij druk aan het voetbal? Ja. Ja. Ja, mooi om te doen? Ja, zeker. Ja. Zeker. Plustijd is toch prachtig? Ja. Ja. Ik hou ook van sport, dus komt goed uit. Wat ben je hier vanmiddag aan doen allemaal? We gaan oefenen voor een zalfbaltoernooi. Moet je zelf teams maken. En dan moet je zeg maar oefenen. En dan met je team ga je het toernooi spelen van onze school van klas 1 en 2. De leerlingen hebben gekozen voor hun eigen activiteiten. Dus het gros vindt voetballen heel leuk. Er zijn leerlingen die vinden hardlopen leuk, obstakelruns leuk. Triathlons leuk, ja, dat komt nog aan de orde en dat maakt dit zo leuk. Omdat het is gewoon gezellig hier en ik hou gewoon van sporten en we doen hier voetbal, voetbal, ook nog wel basketbal, ook nog volleybal en ook soms nog wel hockey of andere dingen. Zij van de volleybal die gaan naar de Olympic Moves in Hogeveen, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. En dat is maar één team van de negen. Dus er gaan ook voetbalteams heen. We hebben een atletiekteam, we hebben een springgroepteam turnen. En hockey doet ook nog mee. En de dansers zijn nu elders aan het oefenen. En die trainen ook al elke vrijdagmiddag daarvoor. Nou, de school bood de Plus sport aan. En toen dachten wij van, oh, dan kunnen we leuk met een groepje dansen. En dat leek ons wel heel erg leuk. Nu zijn jullie mee bezig met deze dansgroep. Ja. Wat is jullie doel eigenlijk? Nou, we trainen voor Olympic Moves. Dat is een wedstrijd uit heel regio Oost. En daar zijn we nu hard voor aan het trainen. Oké. Okay. En doe je dat in een groepje of is dat als een schoolteam? Dat is met een groepje, maar ook als voor onze school. Ja, ja. We dansen voor onze school. Ja. Oké. Okay. En wat moet je er allemaal voor doen? Nou, we trainen en dan moeten we een dans maken. Posities maken, choreografie aanleren en daar zijn we eigenlijk druk mee bezig. Ja, oké. En het gaat supergoed. Hartstikke mooi om te horen. Ilse, ja, dit is dus de Plustijd Atelier. Ja, klopt. Maar wat doen jullie hier? Wij zijn bezig met één onderwerp, een thema. En dat is Enter My World. En daarbinnen kunnen leerlingen eigenlijk al hun creativiteit kwijt. We hebben niet gezegd van nou, je moet schilderen of tekenen of fotograferen. Maar eigenlijk alle disciplines kunnen ze kiezen. En ze gaan eerst kijken van nou, wat betekent Enter My World nou eigenlijk voor mij? Wat houdt het in? Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik leuk? Wat vind ik inspirerend? En zo gaan ze schetsen en kunstenaars bekijken, inspiratie zoeken. Dus een heel proces vooraf. En uiteindelijk werken ze naar een eigen werkstuk toe. Dit onderwerp, nou, dus hebben we nog drie lessen voor dit onderwerp. Dan krijgen ze het thema dromen. En dat gaat ook weer over jezelf. En dan gaan we toewerken naar een expositie of een tentoonstelling, zoals ik het dan van de leerlingen moet noemen. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om met kunst te werken. Dus dan het liefste schilder ik dan. Martijn, wat ben je aan het maken, jongen? Nou, ik ben een mooie lamp aan het maken. Hier is hij. Dit wordt het plateau waar hij zo op kon staan. Heel mooi.
Hoe heb je dat gemaakt dan? Met de 3D-printer. En deze heb ik gewoon zo gezaagd. Een hele uitdaging. Zeker wel. Renske, maar wat heb jij een leuke hobby? Ja, dankjewel. Ja, vind ik ook. Want jij doet aan fotografie? Ja. Ik begrijp dat je ook al wat gewonnen had. Ja, ik heb de publieksprijs gewonnen bij Natuurmonumenten. Ja. Maar wat voor soort foto? Met een, hoe heet dat? Ja, meer een landschapfoto, denk ik. Nou, we maken hier zowel kledingstukken, wat we allemaal zelf gemaakt hebben. Maar jullie vinden het voor mij heel leuk om te doen. Ja. Ja? Ja. Ja, wat ben je aan het maken op dit moment? Ik ben nu samen met Maaike een jurk aan het maken. Nou, we hebben eerst stoffen gezocht en schetsen gemaakt. En daarna hebben we dit allemaal geknipt en op maat gemaakt. En daarna hebben we het aan elkaar genaaid. En is dit al het resultaat? Ja, maar hij is nog niet helemaal af. Ik vind hem wel mooi. Dank u wel. Nee, ik ben met een opdracht van Vakkanjes bezig. En Vakkanjes is een stichting die scholen kunnen inhuren voor een opdracht. En die opdracht wordt dit jaar bedacht door de Johan Cruijff Foundation. En de opdracht die wij dit jaar doen is het stimuleren van beweging van mensen met een beperking voor ouderen of voor een product wat gerecycled moet worden. Dus wij zijn nu met opdrachten bezig, vooral voor mensen met een beperking. Om die te stimuleren, om die weer aan het bewegen te krijgen. Het is echt functioneel wat de leerlingen doen. Ja, klopt. En het is eigenlijk een soort ontwerpwedstrijd. Waar meerdere scholen in Nederland aan meedoen. En onze school doet dan met de projecten mee die je net gezien hebt. En andere scholen die gaan dus ook een soort ding ontwerpen. En dat gaan ze dan presenteren aan een jury van vakkenjes. Duidelijk weer een doel. Ja, klopt. En dat is het doel waar we heen werken, naar het eindproduct. Zodat wij natuurlijk, ik ga ervan uit dat onze school wint natuurlijk. Ja. Uiteraard. zeg maar als soort eindwedstrijd is het. Een beetje het beste idee van Nederland. Ja, we gaan in juni gaan wij een musical doen. Binnen de school met deze groep leerlingen. Voor veel leerlingen ook de eerste keer dat ze zoiets doen. Na een groep 8 musical geval. En we pakken het professionele op. Dus wat hartstikke leuk. Ja, want bij theater en musical hoort meer als alleen theater spelen, ook decor bouwen en techniek dus. Ja, zeker. Ja, dat komt hier ook eigenlijk allemaal in terug. Er is een groep die gaat spelen, een hele grote groep. Maar ook een groep die zich bezig gaat houden met de kleding, met de decor. Licht en geluid komt naar voren. Eigenlijk alle aspecten van theater komen terug. Voilà, bedankt voor de gastvrijheid, want de plustijd is mij nou duidelijk. Dat is erg leuk. Graag gedaan, Alfred. En mocht er nog een vraagje zijn blijven hangen, 28 januari, dan hebben we open dag. Vraag naar de plustijd, Vegerdal College, dan leggen we het je graag nog een keer uit. Tot dan. Tot dan.